spreker is Robin Wiemans. En die gaat in op de waterstaatsmedailles die uitgereikt zijn bij vele watersnoden. Waarbij mensen gedecoreerd zijn met een medaille. Ik had ook nog een waterstaatsmedaille uit 1926 van Maasenwaal. Maar die is vanmorgen in de haast op mijn bureau blijven liggen. Dat is geen onderscheiding, maar dat was gewoon een herinneringsmedaille om geld te verwerven voor het lenen van de nodige ten gevolge van een dijkdoorbraak. Robin, ik geef het woord. Ja, dankjewel. We hebben het vandaag over waterstaatsgeschiedenis, waterstaatserfgoed. En ik hou me daar privé ook mee bezig. En ik heb namelijk een bovenmatige interesse in onderscheidingen. En dat gebied strekt zich voor mij uit van koninklijke onderscheidingen tot, trouwe dienstmedailles van de brandweer. Maar een heel klein onderdeel daarin, en dat betreft onderscheidingen die zijn ingesteld en verleend voor moedig gedrag tijdens watersnoden. En tijdens het Koninkrijk der Nederlanden zijn er een heel aantal watersnoden, overstromingen geweest. Ik heb hier een aantal getallen neergezet, jaartallen. Het is niet compleet, maar ik dacht van, dat geeft al een beeld van, het is best wel vaak gebeurd. En het wil niet zeggen dat er ook voor elke watersnood een onderscheiding is ingesteld. Met rood aangegeven zijn de jaartallen waar dat wel is gebeurd. Het wil niet zeggen dat voor andere watersnoden geen moedig gedrag was geweest of iets dergelijks. Ik denk dat zelf dat het iets meer te maken heeft met in hoeverre het koningshuis betrokken was bij een bepaalde watersnood. En die toen dacht van, ik ga kijken en dacht van, dat is wel veel gebeurd. En laten we maar weer eens de watersnoodmedaille instellen en verlenen. 1953, linksboven zit daar weer een apart geval in. Daar is zeer zeker ook moedig gedrag geweest. Ik denk dat toen ondertussen de onderscheiding helemaal vergeten was. Dus dat hij sindsdien niet meer aan gedacht is om hem te verlenen. Ik kan er best veel over vertellen over deze onderscheiding. En ik heb ook zomaar het idee dat het publiek hier enthousiaster is om daarnaar te luisteren dan ik gemiddeld genomen thuis aan de keukentafel tegenkom. Maar ik heb het verhaal opgeschreven en ik heb ook vooral beeldmateriaal verzameld. En ik heb via Stowe de kans gekregen om daar een boekje van te maken. Dat boekje is ook gereed en dat kunnen jullie straks ook meenemen. Ik heb ook achterin hier in deze zaal een vitrine ingericht met waar een aantal van deze onderscheidingen liggen. Dus die kunnen jullie daar ook nog bekijken. Ik heb geprobeerd met de onderscheidingen die daar te zien zijn of in het boekje staan, heb ik geprobeerd wat verbanden te zoeken met de plek waar we hier zijn of de bijeenkomst waarvoor we hier zijn. En meneer Van der Zanden gaf het net ook al heel mooi aan. Kijk, het gaat uiteindelijk ook om het verhaal wat erachter zit. Daardoor gaan dingen leven. En het ontzettend leuke van deze onderscheiding is, er staat altijd de naam in van degene die het ontvangen heeft. En dat is voor Nederlandse begrip heel bijzonder eigenlijk. De meeste onderscheidingen die worden wel verleend met een oorkonde. Maar uiteindelijk als iemand een keer een stukje of een onderscheiding in handen krijgt, dan weet je vaak niet meer van wie die is geweest of waarom die hem ontvangen heeft. En hier kan je het verhaal zoeken wat achter de ontvanger zit. En dat maakt het heel leuk. Deze onderscheiding bijvoorbeeld, verleend aan meneer Molleberg. En meneer Molleberg die was agrariër, fruitteler, die hier een paar honderd meter vandaan woonde. En die heeft in 1855 is de dijk redelijk dichtbij zijn huis doorgebroken en heeft hij heel veel inspanning gedaan om daar mensen te redden. En voor zijn moedig gedrag is hij ook beloond met deze bronzen medaille. Dat zie je trouwens ook vaak, degenen die echt het werk doen en de reddende handelingen, die krijgen vaak de bronzen medaille. En de bestuurders, die dan waarschijnlijk hele moedige besluiten hebben genomen, die krijgen de zilveren medaille. Bijvoorbeeld deze meneer, niet deze meneer, want dit is koning Willem II, maar de meneer die deze onderscheiding heeft ontvangen, dat is de heer Kolwijk. En de heer Kolwijk was gedeputeerde van de provincie Gelderland, maar ook dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen. En die heeft blijkbaar hele moedige besluiten genomen tijdens de ijsgang van 1841.
Hij is geen dijk doorgebroken, maar hij is het wel ongeveer 24 uur lang overstroomd, zeg maar. Dus, ja, dat is een goede. Er is een heel dik boek over geschreven trouwens, niet doorheen te komen, maar... Nou goed, we zitten hier in een gemaal en een aantal personen die een dergelijke onderscheiding hebben ontvangen, daar is ook een gemaal naar vernoemd. Bijvoorbeeld deze meneer, dat is, even kijken, ja, nou, het is niet echt goed te lezen, F.C. Kolenbrander. En de heer F.C. Kolenbrander was dijkgraaf van de Brummense Bandijk. En zijn naam leeft voort in een gemaal, de F.C. Kolenbrander gemaal, wat in de gemeente Brummen staat. Ik denk zeker te weten dat het die meneer is die daar staat, maar ik zit nog een beetje te twijfelen, want zijn vader heette ook F.C. Kolenbrander. En zijn kind heette ook F.C. Kolenbrander. En ze waren alle drie ook dijkgraaf van de Brummense Bandijk. Maar ik denk dat ik hier de goede te pakken heb. En de laatste, dat vind ik denk ik wel de leukste die ook daar in de vitrine ligt. Ik weet toevallig iemand wie dit is. Ja, heel goed. Dat is meneer Weidenes Spaans. Dat zegt waarschijnlijk iemand van Hollands Noorderkwartier. En meneer Weidenes Spaans, die was in 1916 tijdens de watersnood was hij burgemeester van Annapolona. En hij is daar zeer zeker opgevallen met de besluiten, met het gedrag wat hij heeft getoond tijdens de watersnood. De hele watersnood 1916 was ook aanleiding voor de provincie Noord-Holland om toch eens na te gaan denken hoe al die verschillende waterschappen in Noord-Holland, hoe dat georganiseerd was, of eigenlijk niet zo goed georganiseerd was tijdens de watersnood in elk geval. En uiteindelijk is daar een besluit uitgekomen dat daar een nieuw groot waterschap uit zou ontstaan en dat is Hollands Noorderkwartier. En meneer Weidenes Spaans was daar de eerste dijkgraaf van. En met zijn onderscheiding. En ook zijn naam leeft voort in een gemaal. Tot zover, dank u wel. Ja, die daar in de vitrine liggen, die zijn onderdeel van mijn collectie. Oké, die heb je verzameld. Ja, veilingen, of soms inderdaad weer marktplaats. Ook een voorbeeld van iemand die wilde hem verkopen en die had dezelfde naam als op de achterkant stond. Ik had gezegd, ja, waarom doe je dit eigenlijk weg? Ik bedoel, het is van je verleden, het is je verleden eigenlijk. En die gaf ook als antwoord van, ja, deze is van mijn vader geweest en ik werd altijd geslagen door mijn vader en ik heb er helemaal niks mee. En denk maar zo. Ja, denk niet bij na, dat kan ook gebeuren. Dus, ja. Zilveren medaille kreeg, maar wie kreeg de gouden? Nee, die bestaat niet. Die bestaat niet, oké. Koninklijke zuinigheid. Ja. En Robin, hoeveel heb je er? Ik persoonlijk in bezit? Of hoeveel zijn er verleend? Nee, in persoonlijk bezit. Ja, dan moet je even daarachter tellen. Dus ik heb bijna de hele serie compleet. Ik mis er nog twee. Dus als iemand nog zilver 1876 beschikbaar heeft, of zilver 1926, dan hou ik me zeer zeker aanbevolen. Maar wat daarachter ligt, dat is wat ik heb. Ja. Ik had nog een vraag over de dekpenning. Die werd uitgereikt aan persoon die het eerste zandzak in het gat gooide. Heb je daar al naar gekeken? Nee, sorry. Nou, dat zou misschien leuk zijn. Ja, dat, sommige waterschappen gaven die uit. Aan familie ook. Hè? Dus een beetje hetzelfde, maar dan die het eerste was, die kreeg de medaille. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar inderdaad, hoeveel er dan van verleend zijn. Want ik gok erop dat er heel veel mensen vonden dat ze de eerste zak in het gat hadden. Nee, ik heb geen onderzoek naar gedaan. Leuk. Robin, we sluiten af. Bedankt voor de intermezzo. Het is toch een nieuwe wereld van medailles, ja, natuurlijk.